At Trespa, we proudly create high-performing decorative surfaces. Trespa stands for sustainability. Our panels, they last long. Not only they need to look good, but they last long, and we sequestrate and trap CO2 for that very long period. We want to extend the life of our panel by giving our panels a second life. We can get those panels back and give them a second life for other applications where our panels that are so strong and so good are fit for purpose. We zijn hier op het werk in Amersfoort in Heerlen, waar wij als Flow Gevelbekleding de hele flat eigenlijk demonteren. Alle bestaande Trespa-panelen die gaan eraf. De bestaande gevelpanelen die hier van de gevel afkomen, die zijn eigenlijk nog zo goed. Ja, wij maken op dit moment kosten voor de demontage om het op een nette manier en schadevrij weer terug te kunnen leveren. Aan de andere kant besparen wij kosten met dat we het niet hoeven af te storten. Dus uiteindelijk kost het ons niks, maar krijgt het wel weer een tweede leven en zijn we duurzaam bezig. En ik denk dat op deze manier kunnen we daarin een win-win situatie creëren. We zijn voortdurend op zoek naar hergebruik van materialen, inzet van materialen die minder milieubelastend zijn. We zien hier bij de flat voor Woene Limburg en Amersfoort dat er een beplating is aangebracht in het verleden. En dan wordt die nu gedemonteerd en er wordt een nieuwe beplating opgezet. Terwijl die bestaande beplating nog in hele goede conditie is en nog heel veel jaren mee zou kunnen. Het zagen van gebruikte Trespa-platen die uit het Second Life komen, is voor ons erg positief. Wij zagen de platen en het is eigenlijk alsof dat ze als een Virgin-plaat rechtstreeks uit de productie van Trespa komen. Wij gaan ze vervolgens terugzagen naar of een standaard afmeting, maar het kan ook zijn dat wij de platen gaan herzagen of verzagen naar een afmeting die heel specifiek is voor de opdrachtgever die er een bepaalde toepassing mee heeft, waardoor dat een product een Second Life gaat krijgen. De platen die verticaal toegepast zijn aan de gevel zijn jarenlang onderhevig geweest aan de weersinvloeden. Hierdoor gaan wij ze toch even schoonmaken, zodat ze daarna toegepast kunnen worden voor het Second Life. Ik ben Ruud Dirks, ik heb een timmerbedrijf, houtdraaierij. Ik maak alles op het gebied van kozijnen, ramen, deuren. Er zijn heel veel niet-geveltoepassingen mogelijk met Trespa-panelen. Je zou kunnen denken bijvoorbeeld aan diembladen, kernmateriaal voor keukenbladen. Ik heb heel goede ervaringen in het werken met Trespa-materiaal. Ik werk er al 35 jaar mee. Het is een heel degelijk product, je kunt het heel goed bewerken met de juiste gereedschappen. Het is heel sterk, stabiel en heel fijn te verwerken. Lijmen, schroeven, wat je wil. Je kunt er alles mee. Als we nu kijken naar het Trespa Second Life programma, dan zie je dat we echt tweedehands materiaal gebruiken. En die wordt op een sociale manier in elkaar gezet. En zo ontstaat hier tussen opdrachtgever, opdrachtnemers, maar ook leveranciers een heel duurzame samenwerking. We werken aan verschillende projecten en daar een van is Ekenborg. Dat is een schuur en dat wordt duurzaam gemaakt van restmaterialen en gebruikte materialen. Ik ben hier bij Rotterdam Inclusief. Hier krijg je gewoon een kans om je eigen te ontwikkelen. Hier in Rotterdam Inclusief kan iedereen werken. Wij vinden het fijn om die mensen weer een kans te geven en die leiden we op tot een gedeelte van een vak waar ze naderhand zelf geld mee kunnen verdienen. It's about taking our responsibility, taking our share. It needs to be sizable, scalable, so that we have a serious impact. Because we want it to have an impact today, not tomorrow, today.